Drie man sterk van de familie Hoogland. Eén keer Planting, één keer Lussenveld. En dan kijken, is het Joe Planting of is het Joffrey Hoogland? Dan gaan we kijken natuurlijk naar een heel mooi gevecht tussen die mannen. Die de snelheid behoorlijk in de benen hebben. Oh, dan is het binnendoor, buitenom. Het is Joffrey Hoogland aan de leiding. Dion Planting op 2, Dion op 3, Robin op 4. En voor Lussenveld zullen we doen met de 10-5 plek. Maar Dion Planting die gaat wel, oh nee, we gaan het proberen, maar het gaat niet lukken. Het blijft Joffrey Hoogland. Dion Planting, hij gaat de redprijs geven. Gaat zelfs nog één plekje. En als hij pech heeft, nog twee plekjes zakken. Bjorn.